Op dit moment wordt de geldautomaat achter mij weggehaald die afgelopen nacht is opgeblazen met explosieven. Twee daders hebben geprobeerd om deze geldautomaat op te blazen in de hoop geld hieruit mee te nemen. Iets wat niet gelukt is. Even voor 3:00 s'nachts worden bewoners aan de Cornelis Schuitstraat opgeschrikt door een harde explosie. De schade blijkt groot, want van meerdere huizen en winkelpanden blijken de ramen te zijn gesneuveld. De twee verdachten zijn weggevlucht op een scooter zonder buit. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Wij willen heel graag spreken met mensen die mogelijk iets gezien hebben van deze plofkraak of die misschien de beschikking hebben over camerabeelden. Heb jij informatie over deze plofkraak? Laat het ons dan weten.